kapitalisme en democratie vormen een tegenstelling, als je daar nader op ingaat. Kapitalisme impliceert het creëren van ongelijkheid. Ongelijkheid op, met name in de vermogenssfeer en in de inkomensverdeling. Terwijl anderzijds democratie inhoudt dat iedereen een gelijke stem heeft en iedereen misschien ook een gelijk aandeel wil in de welvaart. En die tegenstelling die is heel boeiend en die zie je in de geschiedenis steeds weer opnieuw in verschillende vormen opduiken. En dat heeft me geïnspireerd tot het schrijven van dit boek Capitalism and Democracy, A Fragile Alliance. Nou, het kapitalisme dat realiseert groei. In het verleden hebben we gezien, en met name bijvoorbeeld in de feodale periode, dat er nauwelijks groei was. En de reden daarvoor is dat eigenlijk de eigendomsrechten niet gegarandeerd waren. Men kon willekeurig beslag leggen op economische goederen en activiteiten stoppen enzovoorts. En in het kapitalisme komt die vrijheid, die gepaard gaat natuurlijk met een stuk democratisering, naar voren. En dat leidt tot economische groei. En die economische groei doet zich voor in de vorm van technologische ontwikkeling. Technologische ontwikkeling die inhoudt dat de productie per hoofd stijgt, productiviteit neemt toe. Maar in de neoclassieke theorie werd vroeger gedacht dat dat allemaal heel geleidelijk ging. Hè? Dat een soort lineaire trend was. Nader onderzoek, en met name onderzoek van de geschiedenis, leert dat dat echt ongelijkmatig gaat. Er zijn vaak doorbraaktechnologieën nodig, omdat op een gegeven moment een technologie een beetje aan zijn eind komt. Die komt in een soort rijpheidsfase, productiviteit neemt niet meer toe. Zag je bijvoorbeeld in de jaren 70, 80 in Amerika heel duidelijk. De productiviteitsstijging was uitermate gering, leidde tot paniek in Amerika. Men dacht dat ze overroeld werden door Japan. Maar eigenlijk was die doorbraaktechnologie van wat we dan noemen de vierde lange golf, was aan zijn eind gekomen. En was er iets nieuws nodig. En dan betekent dat dat je dus de economie moet dereguleren, dat je ruimte moet scheppen voor het nieuwe. En dan komt via zo'n nieuwe doorbraaktechnologie komt de economie weer op stoom, op gang. En dat hebben we dus duidelijk gezien in de jaren 90. Volgend op die deregulering, liberalisering onder invloed van president Reagan in Amerika, Margaret Thatcher, die nou net overleden is, die dat duidelijk op poten hebben gezet en die hebben gezorgd dat die economie weer aan de praat ging en ging groeien. Maar zoals we eerder hebben gezien, dat leidt ook tot overinvestering, overoptimisme van mensen, overinvestering. Zowel in de reële sector, in de goederensector, als in de financiële sector. En dat betekent dan weer dat de zaak onevenwichtig wordt. Dat er, laten we zeggen, toch crisis kan ontstaan. En die crisis moeten dan weer op een of andere manier, als het ware, opgelost worden. Of die moeten tot een einde komen. De zeebellen moeten barsten, zoals men dat dan wel aangeeft. En dat gebeurde in de jaren 30 in de economie. Hè, volgend op die geweldige investeringen en expansie van de automobielsector, elektriciteit enzovoort die er toen waren. Het leidde tot de grote crisis van de jaren 30. En dat zien we nu weer terug in de crisis van die in 2001 begon met de dotcom-bubble. En die verder ging op een gegeven moment met die financiële exuberantie en expansie. En die leidde tot de financiële crisis in 2008. Nou, die parallel met die grote crisis is duidelijk aanwezig. Hoewel natuurlijk de geschiedenis zich niet letterlijk herhaalt. Dat zou te naïef zijn om dat te menen. Maar er zijn heel duidelijke parallellen en daarvan kun je leren. En misschien kun je daar ook ideeën over ontwikkelen, over hoe het verder in de toekomst zal gaan. Hoe lang duurt zo'n cyclus? Men gaat in de literatuur uit van globaal 50 jaar. Hè. 50 jaar houdt dan in dat er een initiële fase is waarbij die nieuwe technologie langzamerhand zijn plaats moet veroveren, op gang moet komen. Het oude moet verdringen, want het oude verzet zich natuurlijk ook daartegen, dus dat duurt enige tijd. Daarna komt hij op stoom, maar dan loop je de kans dat er zo'n optimisme heerst. Alles is nieuw. En dan leidt het tot die duidelijke overinvesteringen. En dan zakt de zaak even in en dan moet de zaak worden aangepast. En dan ben je ongeveer halverwege de cyclus. En daarna, als die hervormingen er zijn, aanpassingen er zijn,
dan betekent dat dat je weer opnieuw op een evenwichtig expansiepad komt. En dan duurt dat weer ongeveer een jaar of 20, 25 voordat die technologie echt is uitgewerkt, hè, rijp is en niet meer verder kan. Maar die cycli zijn natuurlijk niet altijd exact 25 of 25, 50 jaar. Dat moet je met enige flexibiliteit moet je dat hanteren, omdat de geschiedenis zich inderdaad op verschillende manieren kan manifesteren. Maar ruwweg gaat het om lange cycli, dus die gemiddeld genomen 40, 50 jaar, misschien enkele keer langer. Dat is ongeveer de periode waar we moeten denken in dit geval.